Hi, vandaag ga ik het met jullie hebben over plannen. Hoe plan ik mijn studie, werk en privé? Ik volg een duale opleiding, dat betekent dat ik werk en leer tegelijkertijd. Dat houdt in dat je ook regelmatig diensten draait. Dat betekent voor mijn jaar dat ik zowel avond- als dagdiensten draai. Tuurlijk heeft iedereen privéleven en die van mij bestaat uit 2 kinderen. Dat betekent ook dat ik eigenlijk heel weinig tijd heb om ook nog aan mijn studie te zitten. Hoe zorg ik ervoor dat die hele wolk samen op 1 hele slimme planning komt te staan? Daarom heb ik 2 tips die ervoor zorgen dat ik in ieder geval een heel goed overzicht heb van mijn planning. Tip nummer 1, dat is dit, de Magic Chart. Dit is eigenlijk een rol met zo'n flip-over, wat je wel van school kent, maar dan op plastic. Wat ervoor zorgt dat het statisch is en dat je het dus tegen elk oppervlakte kunt bevestigen. Hiermee maak ik een visuele planning, want ik wil het graag allemaal kunnen zien. Als ik thuis ben, wil ik weten, oké, we leven nu in deze week. Daar moet ik aan dit en dit vak werken. Of volgende week of in die week heb ik deze tentamens. Nou, dat vind ik in ieder geval heel prettig. En ik neem je even mee om te laten zien hoe dat dus uiteindelijk eruit komt te zien. Dit is mijn planning. Aan de linkerkant zie je de vakken en helemaal bovenaan zie je de weeknummers. In het rood geef ik aan wanneer de deadline is en in het blauw geef ik met 1 of 2 hokjes aan wanneer ik eraan wil beginnen. 1 hokje betekent dat het een tentamen is en 2 hokjes betekent dat het een opdracht is. Handig hè, zo'n magic chart. Gewoon in mijn woonkamer. Ideaal. En ja, je kan er ook voor kiezen om hem op de toilet te hangen, in de badkamer, in je slaapkamer. Tip nummer 2. Een bullet journal. Op de voorkant van mijn bullet journal staat: the best thing a woman can have is her shit together. Maar aangezien deze vlog ook voor studenten is, dacht ik, ik maak ervan: the best thing a student can have is her stuff together. Well, this is my stuff. Dit is eigenlijk een agenda, maar dan veel meer. Wil je even naar de inhoud kijken? Dit is mijn agenda. Het is een lege notitieboek waarin ik mijn maanden zelf maak. Dit is de maand oktober. En hier kan je dus zien hoe ik dan mijn studie plan. De maand oktober, dit is week 40. En dan geef ik gewoon aan op welke dagen ik les heb. En op welke dagen ik moet werken. Vervolgens, als ik op die dagen ook nog eens aan een verslag wil werken, rooster ik dat op die manier in. In het roze is voor mezelf aangegeven wanneer ik mijn kinderen heb. Zodat ik heel goed weet dat ik op deze dagen niet zoveel tijd heb om aan mijn studie te zitten. Wat er dus voor zorgt dat als ik hier om 2 uur klaar ben, dat ik het eigenlijk doortrek om toch ook nog aan andere vakken te werken. Ik hoop dat deze 2 tips ervoor zorgen dat jouw studie, werk of privé, of de combinatie daarvan, meer structuur hebben gekregen. Vond je dit een leuk filmpje? Doe dan een duimpje omhoog. En ik zeg tot de volgende keer.